Welkom bij Club Easy Active. Mijn naam is Peter Driessen en we gaan vandaag Tai Gong doen. Wat heb je nodig? Helemaal niks, alleen maar jezelf. Kortom, wat ga je doen? Je voeten, die zet je op schouderbreedte neer of heel iets breder mag. Het eerste wat je gaat doen is even zorgen dat je helemaal rechtop staat. Je schouders laat je hangen, je nek is lang en je ademt even rustig diep in en uit. Goed. Dan gaan we beginnen. De vingers verstrengel je in elkaar. Lift the heavens. Je ademt in, je poest omhoog naar het plafond. Als je uitademt, ontspan je de schouders en blijft omhoog kijken. Als je dat tenminste kan. En je ademt hier gewoon rustig door. Dit is het bevorderen van je bloedsomloop. Dit activeert het zenuwstelsel en geeft een hele mooie massage in je buikholte. Dus hou je een aantal ademhalingen vol. We gaan zorgen dat we de vertraging gaan opzoeken. We zorgen dat het systeem tot rust komt en we gaan van binnen naar buiten werken. Bij de volgende inademing duw je de handpalm even naar het plafond. Als je uitademt, ontspan je de schouders weer. Je ademt één keer even rustig door. En in je uitademing blikveld naar voren en je laat je armen rustig zakken. Schouders ontspannen. En jouw linkerarm die zwaait naar rechts omhoog. Alsof je met de vingertoppen door het water gaat. Je lift de bal omhoog. Je draait de handpalm om en je laat de arm weer zakken. En de andere kant doe je precies hetzelfde. Nou, je ziet al, het tempo is mooi rustig en dat is precies de bedoeling. En zo ga je elke keer laagje voor laagje dieper naar binnen toe. Dat harde werken, dat is vooral buitenkant. En dit is vooral binnenkant. Diep van binnen werken. De vraag is of het lukt, of jij zo soepel en relaxed kunt bewegen. Dit zorgt voor meer actieve verbindingen tussen links en rechts in hersenhelft. Ontspant zenuwen. Het is ook heel goed als je last van drukke kinderen hebt bijvoorbeeld. Hè? Laat ze maar kruislinks werken. Daar word je vanzelf een keer rustig van. En dit hou je minimaal 6 keer aan beide kanten vol. Je mag het langer doen. Maar dat is helemaal aan jou wat je daarin wil. Mooi relaxed, mooi rustig. Zodat het hele lijf ook een mooie massage krijgt. Met name het bovenlijf en in dit geval de armen. En dat hou je zo lang vol als jij dat prettig vindt. Heel mooi. Uiteindelijk laat je de armen rustig zakken. De vingers verstrengel je weer in elkaar. Je ademt in, je poest omhoog. Je ademt uit en je leunt even iets naar links, waarbij je de rechterkant stretch. Niet te ver, de voeten hou je in de vloer. Dan volgende inademing strek je de rechterkant. Je ademt weer uit, ontspant je schouders en komt weer rustig rechtop. En dan ga je rustig naar de andere kant, waarbij je de linkerkant aan het stretchen bent. Je ademt in, strek de linkerarm. Je ademt uit, je komt rustig weer rechtop, ontspan beide schouders en je laat de armen rustig weer zakken. Goed, de voeten, die zet je iets dichter bij elkaar, dus echt onder de heupen. De armen, die spreid je helemaal naar buiten toe. En dan gaat de linkerarm omhoog, rechterhand gaat op je rug. En die linkerarm gaat helemaal naar je middel en je maakt een twist, waarbij je de heupen weer terug naar voren draait, zodat je de knieën niet verdraait. Dus je hebt de twist, je zet de heupen weer terug en dan heb je alleen de twist in je bovenlijf, waarbij je je hoofd ook zo ver mogelijk meedraait. En dat hou je gewoon een ademhaling of 2, 3 vol. Aan de andere kant doe je hetzelfde. Je draait de armen als wieken van de molen. Mooie massage tussen de schouderbladen ook. En hier doe je precies hetzelfde. Arm op je rug, hand op je middel, schouders laag, nek lang. Twist en de heupen weer terug. Zo bescherm je je knieën en heb je een hele mooie twist in je wervelkolom. Dat doe je aan beide kanten nog 1 keer. Hier open je. Je ademt hierin. En hier adem je uit. Twist, heupen weer terug, vergeet dat niet. Je ademt heel even rustig door. En dat doe je nog 1 keer. Je ademt weer in, strekt en opent. Je ademt uit. Heupen weer terug. En je ademt in, opent, spreid de armen naar schouderhoogte. Je ademt uit, je buigt knieën, buitenkant van je handen tegen elkaar. Je lift omhoog en op schouderhoogte open je weer. Je duikt iets naar voren toe en je handen komen op kniehoogte ongeveer bij elkaar. En dan open je weer naar buiten. Dus om de longen te openen, maar ook om de nierenergie de functie te bevorderen. Je buigt heel ietsjes voorover, dat kun je ook zien.
Als ik hier naar voren buig, dan kun je het ook beter zien op deze manier. Dus openen, inademen. En weer laten zakken. Alles is heel zachtjes, rustig en beheerst. Het gaat erom dat jouw lijf een mooie massage krijgt. Dus die spanning in jouw lijf, die moet langzamerhand weg. En dat doe je door langzaam te bewegen en vooral vaak te herhalen. Juist, dat doen we nog één keer. Goed, dan leg je de handen op het water neer. Op heuphoogte ongeveer. Jouw linkerarm gaat omhoog naar achteren. Je duikt naar beneden. Je schept op. Je laat hem opkomen. En je legt de hand weer op het water neer. Naast de ander. Yes, andere kant doe je hetzelfde. Je lift omhoog. Je duikt naar beneden toe. Hoe diep, dat bepaal je helemaal zelf. Je laat hem opkomen en je legt hem weer op het water neer. Kuan Yin draws the rainbow, noemen ze dit. Nou, Kuan Yin is de god van de genade in China. En die werd aangeroepen in tijden van strijd. Zodat die partijen links en rechts weer wat meer met elkaar overweg konden gaan uiteindelijk. En datzelfde doe je dus hier in je lijf ook. Het links en rechts wat meer met elkaar laten communiceren. Links en rechts doen exact hetzelfde. En je ziet, de beweging is mooi rustig, vloeiend. En vooral beheerst. Je ademhaling is relaxed. Je mag de beweging volgen. Dat zorgt ook voor veel meer bewustwording van jouw eigen kunnen. Van jouw eigen bewegingen. Van jouw mechanische bewegingen van het lijf. En je gaat gewoon kijken of die beweging inderdaad zo lekker relaxed door kan gaan. Dit herhaal je zo vaak als jij dat wil. Dat is helemaal aan jou. Wat mooi is, hoe vaker je hem herhaalt, dus te prettiger de bewegingen worden. Het lichaam gaat wennen, de geest wordt rustig. Dus die gaat het ook steeds meer accepteren. En uiteindelijk kun je dit heel lang volhouden. Kuan Yin draws the rainbow. Laatste keer. En qua tempo, dat mag altijd langzamer als je wil. De volgende, de lemniscaat, ook heel goed voor de onderrug. De armen, die breng je op ooghoogte. Handpalmen naar rechts en je zwaait als het ware rechts naar achteren toe. Je duikt naar beneden en je komt weer omhoog. Andere kant doe je precies hetzelfde. Een hele mooie vloeiende beweging die een prachtige massage geeft in je onderrug met name. Ook hier kun je de beweging volgen als je wil. Hoeft niet, dat mag. Dat is helemaal aan jou. Je blijft altijd binnen jou kunnen werken en dat zeg ik altijd. En zorg ook dat je dat doet. En als je langzaam werkt, dan word je langzamerhand ook steeds bewuster van je eigen lijf. Je gaat steeds meer dingen opmerken. Je gaat steeds meer dingen beter voelen. En dit zorgt ervoor dat de circulatie in jouw lijf bevorderd wordt. Gewoon door zachte massages te geven, hef je langzamerhand lichte blokkades op, kleine stagnaties in je lijf. En dat heel langzaam masseer je die eruit. En zorg je voor een betere doorbloeding en een betere circulatie qua energie ook. En ook dit herhaal je zo vaak als jij dat wil. Uiteindelijk kom je gewoon weer terug. Even afsluiten. Je ademt in, je lift de arm omhoog. Je ademt uit, buigt je knieën, kantelt je bekken. En je zet je handen op je onderbuik. Nou, dat kantelen bekken, dit is de basishouding. De basishouding is voeten heupbreedte. Je staat rechtop en vanuit hier buig je de knieën en rol je dat staartbordje er als het ware onder. Dus de huid op de onderrug die maak je wat langer. Waardoor je meer ruimte in je buik krijgt. Dus als je inademt, zet je buik uit. Dus hier heb je meer ruimte in je buik. Je hebt heel veel kracht in je benen op dit moment. En wat je hier gaat doen, is heel langzaam heen en weer schommelen. Dus al het gewicht van het ene been naar het andere been brengen. En je moet eigenlijk zo ver gaan dat je het gevoel hebt dat je bijna omvalt. Dan zit je goed. Dan krijg je alle druk op het ene been en dan alle druk op het andere been. En wat er gebeurt in je lijf is dat alles aangespannen is. Elke keer als er een nieuwe beweging is, zal het lijf één ding doen, een beveiliging inzetten. En dat is zorgen dat alle spieren aangespannen zijn eigenlijk, zoveel mogelijk. En wat je hier gaat doen is langzaam dat lijf laten wennen, zodat het bovenlijf helemaal tot rust komt. En dan krijg je alle kracht in je benen. Dit sterkt je benen, dit sterkt je knieën, dit sterkt je enkels. Dit zorgt eigenlijk voor een betere balans. Omdat de energie ook naar beneden gaat. Eigenlijk is het zo, hoe dichter je bij de vloer bent, des te beter je balans eigenlijk is.
Hoe hoger de energie zit, hoe meer balansverlies je hebt. Op dit moment is mijn lijf aan het wennen, waarschijnlijk jouw lijf ook al. En je merkt het verschil tussen de eerste beweging en de beweging die je nou doet. Een stukje rustiger, veel beheerster, de grenzen heb je, je gaat er ook niet overheen. Je adem zit rustig in de buik, je schouders zijn relaxed. En alle kracht zit mooi rustig in de benen. Heel goed. Vanuit hier kom je rustig tot stilstand. Armen laat je zakken, knieën hou je gebogen. Je ademt in, lift de arm omhoog tot schouderhoogte. Je ademt uit, leg de handen op het water neer en laat ze door het water zakken. En dat ga je een paar keer herhalen. Je ademt in, aan de polsen worden de armen omhoog getrokken. En je ademt weer uit, je laat los. Dit ontspant het zenuwstelsel, bloeddruk. Dus bij uitstek goed voor mensen met een hoge bloeddruk. De energie en de druk die valt omlaag. Ontspant het zenuwstelsel, je hebt minder prikkels. Je mag de ogen dicht doen in deze beweging. Dat is eigenlijk ook wel het prettigst. Zodat die buitenwereld niet binnenkomt. En dan zit je op een gegeven moment helemaal in je eigen bubbel als het ware, in je eigen lijf, in je eigen beweging. Ook dit hou je zo lang vol als jij dat wil. Heel mooi. Vanuit hier laat je de armen zakken. Je stapt heel iets wijder uit. Jouw linker rechterarm die komt voor je ogen langs. Je gooit hem als het ware weg. Jouw linkerarm komt voor je ogen langs en je gooit hem weg. Hier zitten wat details in. Dit zijn de wolkenhanden, cloud hands. Dit zijn een van de oudste Tai Chi bewegingen die er zijn, die bekend zijn eigenlijk. Wordt in de Tai Chi, in de yoga en in de Qigong veel gebruikt. Nou, wat moet je doen? Je rug moet je recht houden. Wat heel veel mensen doen in deze beweging is dit. Dat is de handpalm omhoog. De buitenkant van je hand gaat naar beneden en je bovenlijf gaat automatisch mee. Dat moet je dus niet hebben. Dus je moet je rug recht hebben. Je arm laat je uit, vieren leg je op het water neer en je laat hem door het water vallen. Dat is je oplossing. Dus rug recht houden, arm laten uitvieren, handpalm naar beneden. Op ooghoogte, arm laten uitvieren, handpalm naar beneden. En dan zorgen dat je coördineert. Dus jouw linkerarm en rechterarm vloeien in elkaar over. Geen van beide armen blijft stilhangen. Dit zorgt ook voor een betere circulatie in je lijf. Haalt de stagnaties weg. En met name in de lever. En die lever die moet altijd een beetje tot rust zien te brengen. Zeker als er stresssituaties zijn. En volgens mij zitten we nou aardig in een aardige stresssituatie in deze periode. Mensen zijn druk. Mensen zitten in hun hoofd. Zorg dat je af en toe goed kunt ontspannen, kunt focussen. Zo'n beweging als dit helpt bij uitstek heel goed. De wolkenhanden, cloud hands. Ook dit, je houdt alles zo lang mogelijk vol zoals jij dat wil. Het tempo bepaal je helemaal zelf. Maar hou het gewoon mooi, rustig en beheerst. Dan hou je die rust in dat systeem. En dat vind je geest prettig, vind je lijf prettig. En dit hou je heel lang vol. Goed. Uiteindelijk kom je weer rustig terug. Embrace the tiger. Return to the mountain. Heet de volgende. Handpalmen tegenover elkaar. Lift. Je smeert uit naar buiten toe. Dan rol je de bal af die voor je ligt. Je pusht de bal weg. Buitenkant van je handen tegenover elkaar. Je ademt in. Opent de longen. En je ademt weer uit. Embrace the tiger. Return to the mountain. Heet deze. Lift. Je trekt het. Basisenergie als het ware omhoog. Je smeert het uit voor een breder draagvlak. Je laat die energie eens even lekker door je lijf heen gieren. En dan komt er een stukje dat zorgt dat jij je plekje inneemt. En daar gaat het hier eigenlijk om. Dus het is niet alleen fysiek waar je hiermee bezig bent. Het gaat ook vooral om het verhaaltje erachter. Wat doet het met je? Nou ja, dit kan heel goed helpen voor mensen die aardig onzeker zijn. Je trekt hier jouw basisenergie omhoog. Je pusht die energie even door je lijf en van je af. Dan adem je in en neem je plekje in. En vooral dat laatste, dat inademen, dat is heel goed. Lift weer omhoog. Je smeert uit naar buiten toe. Je rolt de bal af die voor je ligt. Mooi. En je pusht die bal weg. En dan nog één keer, je ademt in, lift de arm omhoog. En je adem weer uit, je laat los. Vanuit hier gaan we door naar de vijf elementen. De voeten zet je iets dichter bij elkaar, net buiten schouderbreedte. De buitenkant van je handen gaan tegen elkaar. Je ademt in, je lift omhoog. Je ademt uit, je mag naar de Hindi squat. Je mag ook halverwege. Ik geef eerst even halverwege.
Buitenkant handen weer tegen elkaar. Vingertoppen wijzen omhoog. Je lift. Handpalmen naar voren. Laat je zakken tot schouderhoogte. Leun naar links. Rechte tenen optillen. Rol de voet af en push rustig weg. Niet duwen. Je laat hem opkomen. Handen op het water en je brengt hem naar de andere kant. Verplaats het gewicht en draai op de hielen. Zoals je ziet, gewicht ene been, gewicht andere been. Tenen optillen en je voet rustig afrollen. Niet duwen. Je laat hem opkomen. Armen ook niet strekken. Soft op laten komen. En dan armen spreiden. Vierde middellijn. Adem je in. Je schept op. Vult de longen hier weer. Je ademt uit. Je laat los. Verplaats het gewicht naar links. Rechte tenen optillen. En beide armen komen omhoog. Waarbij je achterste hiel optilt. En je maakt jezelf lang. Je draait naar het midden. Zet de hiel neer, via de middellijn laat je zakken. Verplaats het gewicht om je rechtervoet te corrigeren. En je staat weer in het midden. Andere kant doe je hetzelfde. Gewicht verplaatsen. Voet afrollen. Rechte hiel. Lift omhoog. Heup draaien in. Strek omhoog. Je draait weer terug. Zet je hiel rustig neer. Knieën buigen. Gewicht verplaatsen. Corrigeren. En zo stroomt die beweging aan één stuk door. Let's do it again. Dus buitenkant handen tegen elkaar. Dit is het waterelement voor de nieren en de blaas. Open de longen. Halverwege of helemaal naar de Hindi squat. Dat is helemaal wat jij wil. Voeten dan plat in de vloer. Eerst de rug recht. Kracht uit de benen halen. Houd element. Lever galblaas. Je pusht weg naar rechts. Je leunt naar links. Tenen optillen. En je pusht in een mooie vloeiende beweging weg. Het is net alsof je door het water heen beweegt. Dat idee moet je een beetje hebben. Die hele beweging moet jou totaal geen moeite kosten. En je laat hem weer opkomen. Spreid de arm in het midden. En dan schep je op. Je adem je in. En je ademt weer uit. Naar rechts lang maken. Dus verplaats het gewicht. Rechte tenen optillen. Je rolt de voet af. Beide armen op laten komen. Linkerhiel lift. Draai die heup iets in. Kom weer terug, zet die hiel neer, gewicht verplaatsen om die rechtervoet te corrigeren en je laat weer zakken via de middellijn. Helemaal afmaken, geen haast hebben. Andere kant doe je weer hetzelfde. Je laat hem opkomen. Dus je neemt de tijd om de bewegingen zo te doen dat het jou zo min mogelijk moeite kost. En daar ben je altijd nog zelf bij. We doen hem nog één keer. De vijf elementen. Uitsmeren. Van vooraf aan, buitenkant handen tegen elkaar. Je lift hem hoog. Je ademt uit, je buigt knieën halverwege of je gaat helemaal naar de Hindi squat. Wat je wil. Energie stijgt weer op, je ademt in. Je opent, je laat zakken. En hier in de hele beweging adem je uit, 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 uit. Dan ga je naar de andere kant, hier adem je in. En hier adem je weer uit. Armen spreiden. Dan laat je zakken. Je schept via de middellijn op. Je adem je weer in. En je ademt weer uit. Dan dat lang maken. Dus een aanloopje nemen. En je kunt het zo sierlijk en zo mooi maken als je wil. Hè? Daar ben je helemaal zelf bij. En je laat hem weer zakken. Gewicht verplaatsen, tenen optillen. Voet weer recht naar voren neerzetten. Gewicht verplaatsen, linker tenen optillen. Rol de voet af. Laat de beweging rustig opkomen. Rechter heel lift. En vierde middellijn. Let it go. De vijf elementen. Je ademt in, lift. Je ademt uit, knieën lichtjes buigen. Bekken gekanteld. Doe je nog twee keer. De voeten heupbreedte. Je ademt in. Lift weer omhoog. Dit keer blijf je rechtop staan. Ogen dicht. Armen rustig laten zakken. Schouders ontspannen. En dan doe je hem nog één keer. Door je neus in en door je neus uit. Je ademt in. Lift omhoog. En je ademt weer uit. Dan zet je de handen op je onderbuik. En je kruin wordt je omhoog getrokken. Nek lang, rug recht, schouders laag, armen ontspannen. En je ademt even rustig in en uit.
Je ademt naar je buik. Als het goed is, voel je ook dat de adem in je buik begint. Je schouders zijn laag, je gezicht is ontspannen, je kaken vallen los van elkaar en je bilspieren mag je ook even helemaal ontspannen. Die bilspieren, dat is net een putdeksel die je lostrekt. Trek hem open en al het vuil kan naar de riool, kan weg. Dus als je die bilspieren af en toe loslaat, laat je de spanning van het bovenlijf eigenlijk naar beneden zakken. En dat voel je ook, en misschien voel je dat nu zelf ook, dat die voeten langzamerhand wat zwaarder de vloer ingedrukt worden. En dat komt eigenlijk doordat je constant die massage hebt gehad door al die oefeningen. En dan laat je al die kleine stagnaties laat je los. En door die bilspieren te ontspannen laat je alles zakken. Nou ben je geaard. Nou ben je hier wat rustiger, je bent hier wat rustiger. Het systeem is gewoon wat prettiger. Het voelt allemaal wat relaxter. Ja, nog één keer even rustig in en uit. Heel goed. Dan adem in, lift de arm omhoog. Je ademt uit, handen voor je borst. En dat was hem. De Qigong les voor hier. Als je nog meer van dit soort lessen wil, dan tune in. Kijk gewoon wat vaker hier op deze website. En we zien jullie graag terug weer op... hier bij Club Easy Active. Jongens, dankjewel.